Ik ben Ellen en ik zit samen met Anton Teuben voor het vierde deel van Openhartig met Anton. En Anton, ik zou het graag met je willen hebben over Planet X. Op 1 februari is wereldwijd naar buiten gebracht dat er een negende planeet in ons zonnestelsel is waargenomen. En ik heb daar foto's van gezien, ik heb daar dingen over gehoord. Ja, het zou als het ware kunnen gaan om een soort Armageddon-scenario wat ons te wachten staat. Hoe zit dat precies? Nou, dat is niet in een paar woorden uit te leggen, maar ik probeer het zo kort mogelijk te doen. In 1982 kwamen de eerste berichten in Amerika naar buiten dat er zich in ons zonnestelsel nog een andere planeet bevond. Dat werd Planet X genoemd. En dat had men ontdekt omdat de baan van Pluto in het buitengebied van ons zonnestelsel, dat men daar een trilling had gezien. Wat eigenlijk alleen maar kan aan, ja, wat alleen maar kan komen door de passage van iets groots, iets anders. Dus vanaf 1982 kwamen de berichten over Planet X. En toen internet kwam, toen bleek eigenlijk al gauw dat het ging om Nibiru, Hercules, Maldek en noem maar op. Wat een planeet zou zijn, die is beschreven. En de planeet zou zijn van de Anunnaki, die een baan maakt van 3600 jaar. En die op 15 mei 2003 de aarde zou passeren. Wij wonen toen hier in het noorden van het land, of nog steeds in Winsum. En wij dachten, als deze planeet gaat passeren, dan moeten wij verhuizen. Wij waren in het bezit gekomen van een brief van de katholieke amateurastronomen aan de hele media en de politiek in Nederland. En die vroegen ook de overheid, waarom vertellen jullie die mensen niet dat er een planeet de aarde gaat passeren, wat waarschijnlijk een verhoging van de zeespiegel met zich mee zal brengen. En de plek waar wij zaten, hier in Winsum, was een van de plekken die eigenlijk gevaarlijk was. Dus wij dachten er op dat moment ook aan om eigenlijk hier uit het noorden te verdwijnen. Want we wisten niet beter, er komt een planeet aan en dat heeft wat invloed op de aarde. Toen gebeurden er hele gekke dingen. Er waren in Nederland maar een paar mensen die dit onderzochten. Een van die mensen is Bram van Meulen. Dat is de oud-partner van Freek de Jonge. Hij is inmiddels overleden in 2004. Dat is wel heel erg jammer dat hij dit niet had mee mogen maken. Want wij ontdekten en veel meer mensen ontdekten, hij is op 15 mei 2003 de aarde niet gepasseerd. Dus er is iets gebeurd in het universum, in ons zonnestelsel, met Nibiru, dat hij dus niet is gekomen. Het was ook zo bijzonder dat de Amerikanen in maart 2003 voor de tweede keer een inval hebben gedaan in Irak. En voor de mensen die zich het nog kunnen herinneren, direct naar het museum in Bagdad zijn gegaan om eigenlijk misschien een verklaring te vinden op de Sumerische kleitabletten voor een andere beweging van Nibiru of Hercules of Maldek, er zijn 37 namen voor, dan men had verwacht. Dus wij ontdekten op een gegeven moment ook, er is hier een planeet, of eigenlijk is het een mini-stelsel, een hoofdplaneet met daar omheen een aantal manen, die zich heeft gevestigd op een plekje in ons zonnestelsel. En dat blijkt ook, want vanaf 2003 komen er tot en met nu bijna elke dag opnames binnen vanuit de hele wereld, waarbij gewone mensen een tweede object naast de zon zien. En de ene keer dan zit het achter de zon, dan kunnen wij het niet zien vanaf onze plek. En de andere keer zit het waarschijnlijk voor de zon. Maar het punt is, het is er. Het is op 1 februari van dit jaar is het bekendgemaakt, eigenlijk over de hele wereld, dat er zich een negende planeet in ons zonnestelsel bevindt. Eigenlijk gaat het dus om de tiende, want de NASA die heeft Pluto een aantal jaren geleden afgeserveerd als dwergplaneet, waardoor die nu niet meer meetelt. Ja. En waarom ze dat soort dingen doen, dat is waarschijnlijk om mensen te misleiden of zo. Er zijn van allerlei verklaringen voor. Maar er is dus een nieuwe planeet in ons zonnestelsel. En op dit moment kunnen we eigenlijk alleen maar, je kunt het volgende verwachten. Er komt meer informatie over deze planeet, die natuurlijk een ander gedrag heeft. En Hoe kan het dat ik hem nog nooit gezien heb?
Ja, misschien heb je er niet genoeg op gelet. Misschien wist je het ook niet. Misschien was je er niet op gefocust. We zien het natuurlijk ook niet op de televisie. We zien het alleen in het alternatieve nieuws. Ik ken ook mensen. Heb ik een paar keer wat gezien bij de zon. Maar dan niet als een zon. Maar net op de maan daarnaast zat. Maar de maan die was op een andere plek. Dus dat moest wel een andere planeet zijn. Ja. Of een ander iets zijn. Maar heel veel mensen letten er ook niet op. Nee. En daarom zie je het ook het beste bij zonsopgang en zonsondergang. En ja, de beelden die natuurlijk uit de hele wereld komen, ja, die liegen niet. En vooral de opnames van de webcams die bovenop vulkanen staan en die op hoge punten zitten. Ja, dat geeft dus duidelijk aan, er is iets. En wat ook bevestigd is door in eerste instantie de NASA. En als je dus, je kunt dus altijd Nibiru zien. Nee, Nee, dat. hij staat er altijd. Ook Nou, al kun je hem niet altijd zien. het is er. En van Nibiru is bekend dat deze planeet ja, eigenlijk alleen maar kan worden opgevangen door de infrarode telescopen die in het bezit zijn van de elite en van het Vaticaan. Dus deze instanties weten exact waar dit mini-stelsel zich op dit moment in ons zonnestelsel bevindt. En de mensen die het hele verhaal van Nibiru hebben onderzocht, daar kan ik eigenlijk verwijzen naar het verhaal wat ook Bram Vermeulen voor de Nederlandse televisie heeft verteld. Dat heet In den Beginne. Dat was nog rond 2000 dat hij dat programma heeft gemaakt. Ja, na 2000 kwamen wij erachter dat hij dus niet de aarde heeft gepasseerd. En niet de ellende heeft veroorzaakt waar zoveel mensen eigenlijk nu nog maandelijks vertellen van. Dan komt hij langs en dan vallen de asteroïden en dan knappen alle vulkanen open en krijgen we tsunamis van weet ik veel. Ik kan zeggen, net zoals het nu is en in 2003, er zal niets gebeuren. Want deze planeet, of second sun, zoals het ook wel wordt genoemd, bevindt zich in een andere trilling, in een ander bewustzijnsgebied. Ja, want Dat betekent ook dat wetenschappers op dit moment er eigenlijk ook achter komen dat ze zeggen: het moeten wel de bewoners zijn van deze planeet die deze planeet in feite sturen. En dat houdt niet in dat als ze zelf een planeet kunnen besturen, dat wij hier op aarde dermate grote problemen krijgen dat het voor ons een gevaar zou zijn. Nibiru heeft een slecht verleden, dat is zo. Maar Nibiru heeft een bepaalde bewustzijnssprong gemaakt, waardoor ze er hier nu juist zijn en niet door zijn gevlogen, om ons, denk ik, te helpen met de sprong in het bewustzijn waar de mensheid op dit moment in zit. ja, dus als ik het goed begrijp, en ook naar wat ik begrepen heb van eerdere, wat ik eerder gehoord heb, Nibiru is hier ooit geweest, Ja, heeft hier ons heb je, ja. slecht achtergelaten, is verder in bewustzijn gegroeid en is hier nu Om eigenlijk de schade die om ze in ons het te helpen. verleden hebben aangericht, om ons daar nu weer bovenop te helpen. En het hele verhaal, want dat is voor 15 minuten is dat gewoon te kort. Nogmaals raad ik mensen aan, In den Beginne, Bram Vermeulen, kijk daar even naar. En kijk op dit moment gewoon naar de feiten. En natuurlijk moeten we via de televisie en via allemaal mediakanalen hebben dat het zo ongelooflijk slecht gaat dat we op het puntje staan om af te knappen. Laten we het niet erger maken dan het is. We hebben er een puinhoop van gemaakt. We hebben de aarde voor een groot gedeelte verwoest. Maar de verwoesting wordt niet gedaan door de aanwezigheid nu van Nibiru. Maar als de aarde verwoest is, is dat door onze eigen stomme fouten. En om het feit dat we niet genoeg voor onszelf opkomen. Dus het is niet een toevalligheid dat Nibiru, ik zeg steeds Nibiru, maar Nibiru daar staat, hoeven er niet bang voor te zijn. Nee. Nee, ik ben nog steeds ook voorzitter van de stichting Nibiru. Je weet, er zijn in Nederland wat websites die beginnen met NNI. Alleen de mensen die achter deze website zitten, die zullen niet zo gauw in interviews te horen zijn of gaan niet voor het publiek staan om datgene te zeggen wat ze weten. Ik weet ook dat deze mensen die deze websites nu in handen hebben een andere intentie hebben en eigenlijk steeds bezig zijn om feiten te verdraaien en mensen in twijfel te brengen. En verder zou ik in Nederland ook niemand kennen die dit onderwerp zo goed hebben onderzocht.
En dat was ook de reden dat wij natuurlijk in het begin met SOPN en met de website Nibiru natuurlijk wouden aangeven ook wat het bewustzijn van Nibiru was. Ik heb, daar had ik een krantenartikel, dat is in 2004, toen kwam ik voor de eerste keer, of in 2003, toen kwam ik voor de eerste keer in een krantenartikel en dat staat in de greep van de planeet Nibiru. En het was heel erg bijzonder wat er toen gebeurde. En dit zal voor mensen weer absoluut als een soort sprookje klinken. Maar die naam kwam in de krant. En op dat moment waren de mensen die contact met mij opnamen, die ik niet kende, die elkaar ook niet kenden, die mij allemaal vertelden, meneer, wat u daar zegt, dat is waar. Er is een planeet in ons zonnestelsel en wij kunnen u zeggen dat deze planeet op dit moment geen gevaar meer voor de aarde zal zijn. Dat is natuurlijk heel bijzonder als je dat van mensen hoort die door een krantenartikel op jouw pad komen en zeggen dat ze hier vanaf Nibiru zijn neergezet om ook deze, om dit bewustzijn en die angst bij de mensheid weg te nemen. Want dat zien wij al vanaf 2003, toen we eigenlijk wisten dat die de aarde zou passeren. Het is nu 2016, elke 3 maanden wordt wel weer aangegeven dat volgende maand komt Nibiru langs en vallen de asteroïden en springen alle vulkanen als rijpe puistjes op de aarde open. En hebben we die grote rampen, zo zal het absoluut niet zijn. En zo is het ook op dit moment niet, want kijk gewoon in het nu. De mensheid is eraan toe om de aankondiging te horen dat er in ons zonnestelsel een nieuw klein mini-stelsel is met een bewoonde planeet. En wat de mensen ook zo langzamerhand mogen horen, dat is dat er inderdaad leven op Mars is, dat er inderdaad leven zelfs in Venus is, die dus niet op Venus, maar in Venus. Dus we staan voor nog veel meer universele verrassingen die we gaan horen, alleen al over ons zonnestelsel. En dan krijgen we nog de verrassingen wat erin gebeurt in al die realiteiten, in al die dimensies waar heel veel mensen maar naar gissen. Maar wie kan je nou het beste de realiteit en de kennis vertellen van het universum? Dat zijn de buitenaardse. Dat zijn de Pleiadiërs, dat zijn de Arcturiërs, dat zijn de Andromedianen. Ja, hoe bijzonder is dat? Ja. Ja. En wij moeten het doen met burkinis. En wij kunnen nu tot maart van volgend jaar elke dag tegen de koppen aankijken van onze politici. Ja. Die wel in de achtergrond iets weten, maar het is hun agenda niet. Dus over dit soort onderwerpen gewoon niet mogen praten. Nee. De mensheid is toe aan iets nieuws. En de mensheid is ook toe aan nieuws wat al die onzin, al die religieuze problemen die overal ontstaan, al die onzin die wordt gecreëerd om dat eindelijk te overstijgen. En dat horen mensen ook te weten, want als mensen die nieuwe realiteit mogen weten, zullen ook heel veel mensen een kwantumsprong maken in hun bewustzijn. Mm-hmm. Iets wat ze altijd geloven, wordt op dat moment een weten. Yeah. Als het wordt bevestigd. Mm-hmm. Dus vandaar dat ook men alles probeert om Nibiru te ontkrachten of mensen in verwarring te brengen. Je kunt niet ontkrachten wat er is. En je kunt het ook niet wegtoveren. Nee. Dat kun je ook niet. Het is er. Dat zal dus ooit algemeen bekend worden? Dat ooit. Ik volg het natuurlijk op de voet. En we hebben het natuurlijk al in Rusland is het op de televisie geweest. Het is ook bij CNN is het geweest. Het is op diverse tv wordt het inderdaad benoemd. En in Nederland is het natuurlijk ook op het moment dat de 9e planeet werd ontdekt, werd het ook in onze actualiteitenprogramma's gewoon volledig werd het besproken. Mm-hmm. Alleen niet het feit dat het bewoond was. En natuurlijk ook niet het feit dat er achter deze Nibiru een complete historie zit die zoveel met deze wereld te maken heeft. Maar nogmaals, Bram Vermeulen in de beginnen. Nou. En wij zullen er op de website, we houden het in de gaten. En ook hierbij, net zoals buitenaards leven, iets om niet bang voor te zijn. Nee. Wij hebben geleerd, universe is magic en love is the key. En we hebben genoeg ellende meegemaakt op deze aarde in alle mogelijke incarnaties. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. Goed, nou dat lijkt me een goede afsluiter, want de tijd zit er alweer op. Het is een beetje een ongrijpbaar onderwerp, dus als we allemaal in het begin van Bram Vermeulen gaan lezen, dan dat is een verhaal. Wordt er een heleboel duidelijk. Ja. Ja. Dankjewel Anton. Graag gedaan.